Wie komt er in de finale van De Connoisseur? Na vandaag weet u het. Joop Koopman presenteert. Dames en heren, goedenavond en welkom bij de tweede halve finale van De Connoisseur. Verleden week hebben we de eerste halve finale gespeeld. En we weten dus sinds die keer dat welke mensen dat zijn, dat er twee naar de finale zullen gaan. De andere twee voor het viertal van die finale, dat moeten we vanavond aan de weet komen, aan de hand natuurlijk van het spel. Vier deelnemers die eerder hier hebben gespeeld en toen hun voorronde hebben gewonnen. En die vier begroet ik van harte. Ik wil eigenlijk even met u allen heel snel, als dat kan, terugkijken op die ronde waarin u zegevierde. Hè? Mevrouw Tineke Mokking, u bent, hebt u toen verteld, lerares handvaardigheid. En u komt uit Woudrichem. Ja. En het ging, ik wil niet zeggen dat u het zo erg goed trof, met één vraag eigenlijk wel. Dat zei u namelijk zelf, hè? Ja. Alles van Berlage, ja, weten. Ja. Dat was inderdaad een fijne start. Alhoewel ik nog stijf stond van de zenuwen, kon ik daar gelukkig wel het een en ander over vertellen. Ja. En dat heeft me gelijk al in de lift gebracht, zou ik zeggen. Nee hoor, maar daar lag het niet uitsluitend aan, gelukkig. Alleen dat helpt enorm. Ja. Tweede speler vanavond is Ludo Reunis. U hebt verteld dat u museummedewerker bent in Eindhoven. In Weert. In Weert? Ja, in Weert, inderdaad. U komt uit Eindhoven. Ja. En het ging erg goed, hè? Vooral in die handvaardigheid met het bedienen van de knoppen. Hè? Ja, ik was helemaal op die rode knop gefocust. Ja, maar met het risico dat als je te snel drukt, omdat je meent dat je weet waar de vraag heen gaat, en dat is dan weer niet het geval, dat je de kans loopt daarmee weer punten te verliezen. Ja. Meneer Van Kasteren, dat is ietsje weer langer geleden. U hebt toen verteld leraar tekenen en u hebt ook Engels gedaan. Hè? Ja, vertaler. Vertaler ben ik. Ja. Ging ook goed, hè, vorige keer? Ja, het ging goed. Ik kon een voorsprong maken met een werk van Lucas van Leiden, wat ik toevallig die week nog daarvoor nog gezien had. En er kwam er eentje wel dichterbij, maar ik kon het nog net vasthouden, die voorsprong. Dat was wel lekker. Ja, ja, zo ging het. En de vierde speler is de winnaar van de eerste voorronde. Ja, Jan-Rens Boonstra, hoofd van het museum van het Anne Frankhuis. Hebt u nou nog dingen nagekeken? Nou, dat probeer je wel te doen, maar het is natuurlijk een ongelooflijk trein. Je weet eigenlijk niet goed waar je moet gaan zoeken. Ja. Ik heb wat musea bezocht, wat tentoonstellingen bekeken en nog eens een keer extra in een boekje gekeken. Ja. Maar het blijft een gok en dat was de eerste keer ook. Daar zijn we ons ook erg van bewust. Goed, ik wens u erg veel sterkte en succes. Ik hoop dat het leuk gaat. En ik wil nu maar meteen beginnen met de eerste serie korte vragen. Het is soms moeilijk een toepasselijk begin te vinden van een programma. Dat is vandaag echter geen enkel probleem. Want u ziet een portret van iemand die morgen jarig is, de bisschop van Myra. Voor ieder van u een andere heilige. En dan wil ik graag van u weten wie die heilige is. Mevrouw Mokking, u mag beginnen met deze. Ja of nee? Nee. Nee, dan geef ik de beurt aan... Nou, Veronica. Veronica, dat is juist. De maker is de meester van de heilige Veronica, is goed hoor. En te zien in de Alte Pinakotheek in München. De echte vraag voor u, meneer Reunis, de heilige. Sint-Sebastiaan. Sint-Sebastiaan van Andrea Mantegna. Ja, heel goed. En anders hadden de andere heren het wel geweten, begreep ik. Nou komt in ieder geval hier uw eigen vraag, meneer Van Kasteren. Franciscus. Sint Franciscus, weet u ook van wie? Bellini. Het is van Bellini, de zwager van Mantegna, blijft in de familie. Hè? En tenslotte de vierde heilige Jan-Rens Boonstra. Dat is
Sint Maarten. Ja, dat is Sint Maarten van een onbekende Utrechtse beeldhouwer, 15e eeuws. Heel goed, dan gaan we naar de eerste grote vraag. Wij laten, zoals gebruikelijk, een detail zien, een fragment, aan de hand waarvan u gokkenderwijs zou kunnen noemen, moet noemen, de naam van de maker en de titel. Hier komt het. Doet niemand het? Dan ga ik door, hoor. Maar doen, hè? Dan ga ik naar het geheel. En dan kunt u onder andere punten verdienen door te vertellen wanneer en waar het geschilderd is. Maar ook de titel nog, want die hebben we dan nog niet. En ook de maker niet. Wie er allemaal te zien zijn, wie of wat de opdrachtgever was, waar dit schilderij binnen het werk van de schilder geplaatst moet worden. Dat soort dingen. En mevrouw Mocking, u mag beginnen. De maker is Rembrandt. Rembrandt. En het is de anatomieles van professor Tulp. Dat is twee punten, want allebei zijn goed. Meneer Reuners? Nou, het is dus een lijk dat er ligt. En het is binnen Rembrandts werk is het te dateren rond 1633. Dat vinden we goed, hoor. Het is 1632 en hadden enige marge. Ja. Prima. En het hangt in het Rijksmuseum? Het hangt niet in het Rijksmuseum. Meneer Van Kasten. Het hangt in het Mauritshuis. Het hangt in het Mauritshuis in Den Haag. Mm-hmm. Ja, hoor. Nog iets? Ik kan vertellen dat de figuur die daar de schaar hanteert, dat meneer Tulp is. Ja, dat zit er wel in, hè. Ja. Ja, anders dan krijg je dus het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Ja. En verder dat voor het voor deze anatomische lessen, dat ze daarvoor het lichaam van de misdadigers gebruikten die geëxecuteerd waren. Ja, dat is namelijk heel waar wat u daar zegt. Dus het tweede punt. Ja, bedankt. Meneer Boonstra. Ik laat even de buurt voorbij gaan. Ja, kan. Ben ik terug, mevrouw Mocking? Rembrandt heeft nog een keer een anatomieles geschilderd. En dan is de positie van het lijk anders. Dat heeft hij helemaal verkort geschilderd met de benen naar voren. Ja, dat is goed, hoor. U zou nog een punt kunnen krijgen. Ja, ik help maar weer eens. Als u die iets nader zou kunnen benoemen. Het werk dat u noemt. Ja, dat zou ik niet nader kunnen benoemen. Nee, oké. Okay. Dan ook maar niet proberen. Maar dan mag u nog wel een tweede ding aandragen. De figuur op de achtergrond houdt een boek in de hand. Dat zou een anatomieboek kunnen zijn. Dat is niet goed. Nee. Nee. Meneer Reuners? Nou, het is... Het heeft een tijd gehangen in de gildekamer van de Medici. En dat was in de... was in de poort. Hoe heet die ook in Amsterdam? In het gildegebouw in ieder geval. Ja. Ja, Johannes Antoniuspoort. Antoniuspoort was het. Dan is het goed. Ja. En het andere schilderij heet is van dokter Dreyer uit 1660. Nee. Nee, hoor. Is niet goed. Dan ga ik door. Meneer Van Kasten. Het andere doek heet de anatomische les van Johan Dijman. En dat hangt in het Rijksmuseum. Dat is heel goed. Prima. Voor dat eerste, ja. Ja, mag u nog door. En dat andere doek, dat is een fragment. Daar is alleen een fragment van over, die anatomische les van Johan Dijman. Dan laat ik het nu even voorbij gaan. Dan laat u het allemaal zitten, hè? Begrijp ik. Nou, dan zal ik nog wat dingen noemen die hadden kunnen worden genoemd. De opdrachtgever was dat Amsterdamse chirurgijns gilde. Het was de eerste opdracht aan Rembrandt na zijn vertrek uit Leiden. Vandaar dus ook het jaartal 32. Ja, en wat u daar noemde, mevrouw Mocking, op dat er dus een vel papier en in de hand van de figuur naast Tulp. En daar staan de namen op van de afgebeelde personages. Wat heel handig was natuurlijk. Ja. Ja. En als u het hebt over een boek, dan is dat het boek dat aan het voeteneinde ligt en waarvan de vermoedelijke titel is van Adriaan van der Spiegel, Anatomie. Dus daar wist die man het allemaal uit. Hè? Ja. Nou ja, dan hebben we toch denk ik het meeste wel gehad.
Ja hoor, ik ben daar heel tevreden over. Ik hoop ook u vooral, wanneer u hoort dat de stand al dus is. 3 voor mevrouw Mocking, 4 voor meneer Reunis, 4 voor meneer Van Kasteren, 1 voor meneer Boonstra. Maar, hoe heet het in zo'n spel? Kan nog van alles gebeuren hoor. Ik ga naar een korte serie vragen over beroemde interieurs. En de eerste vraag is dan voor u, meneer Reunis. Welke kunstenaar decoreerde dit trappenhuis in het Tasselhuis in Brussel? Victor Horta. Victor Horta. Horta. Ja hoor, prima. Heel goed. De tweede voor meneer Van Kasteren. Wie is de architect van het interieur van de San Lorenzo in Florence? Brunelleschi. Brunelleschi is prima. Aan u de vraag. Wie is de architect van dit trappenhuis in de opera in Parijs? Charles Garnier. Zeg het nog eens. Charles Garnier. Charles Garnier. Heel goed. En tenslotte, mevrouw Mocking. De ontwerper, daar vraag ik naar, van dit interieur van de kapel in Würzburg. Als u het niet geeft, ga ik naar uw buurman. Cepolo. Zeg het nog eens. Cepolo. Nee, is niet goed. Dit kost u vanwege proberen stelen van het punt. 1 punt. Het antwoord moet zijn Balthasar Neumann. De volgende lange vraag. Weer zo'n fragment vooraf. Eenvoudige vraag. Wie is de maker? Meneer Reunis. Jericho. Jericho, dat is heel goed. En als we dat nu eenmaal weten en we zo dadelijk nu naar het geheel gaan kijken, dan zijn er verder nog punten te verkrijgen als u kunt vertellen wat de titel van het schilderij is, waar het hangt, naar aanleiding van welke gebeurtenis het gemaakt is, de datering en iets over de ontstaansgeschiedenis. Meneer Reunis, u mag. Nou, het heet het Vlot van Medusa. Het is het Vlot van de Medusa. Heel goed. En dat was een Frans schip van de staat dat ten onder ging. En waar de mensen van het wrakhout, een stel mensen, een vlot gebouwd hebben. En dit schilderij beeldt dus in feite een ware gebeurtenis af. Een ware gebeurtenis, ja. Zegt u. Ja, dat is goed. Oké. Meneer Van Kasteren. Je kunt dit schilderij plaatsen in de romantiek als stroming. Dat doen we ook hoor. Ja. Heel goed. En ik zou de datering plaatsen op 1820. 1818, 1819 hadden wij, nou, dicht genoeg in de buurt. Heel goed, tweede punt. Meneer Boonstra. Het hangt in het Louvre. En dat is 1. Ja. Ja. En de schilder ging zeg maar heel zorgvuldig te werk bij de opzet van dit schilderij. Hij heeft namelijk diverse zeg maar, lijken bestudeerd in de Parijse morgue. Hij is naar ziekenhuizen gegaan. Hij heeft zorgvuldig op de anatomie gelet voor hij dit schilderij ging schilderen. Ja, tweede punt hoor. Heel goed, die voorbereiding hè? Ja. Mevrouw Mocking, terug bij u. Wat de compositie betreft zou je kunnen zeggen dat er een driehoekscompositie in zit. En dat lijk wat vooraan rechts in de voorgrond ligt, heeft hij er later op geschilderd. Dat was hij aanvankelijk vergeten, dat was een lege plek. En in die ene zin scoort u 2 punten. Vlug, hè? Meneer Reunis. Het schip dat in feite de redding brengt, dat is ook afgebeeld, heel klein. Alle ogen en heel de richting is daarop gericht. Ja. In eerste instantie had hij dat veel groter gemaakt, maar later heeft hij de compositie zo samengesteld en ook het licht valt, het alles op de, Eén. Kleine bootje valt. Ja hoor, 1 punt. Ja, dat pas ik voorlopig even. Meneer Van Kasteren, nog verder? Ik pas. U was al gepast? Ik pas. Ja? Ja? Ik pas ook. Oké. Het verhaal is toch in hele grote trekken heel goed gekomen. Even zien. Ja, naar levende modellen ook geschilderd, hè? Vrienden van hem. En ook van mensen die de gebeurtenis hadden overleefd. Hè? Die had hij ook gesproken. Waarbij weer, dat vonden wij nou weer heel frappant. En dat vinden vele mensen, hebben wij begrepen.
Het vreemde is dat hij zich dus daar heel goed op had voorbereid. Dan denk je, daar zien die mensen ook naar uit. Hè? Mensen in behoeftige, slechte omstandigheden bezocht en zo, daar goed naar gekeken. En schilder toch een beetje atleten op dat, op dat vlot. Dat vonden wij heel frappant. En hij heeft inderdaad eraan toegevoegd nadat hij het werk dat voor de Salon was uitgekozen zag hangen zelf in het Théâtre des Italiens. En toen dacht hij, nou, daar zou eigenlijk voor het evenwicht nog best iets bij kunnen. En dat is hij toen gaan doen en zo is het toen op de Salon gekomen. Oké, zeer bedankt. De punten, 5, mevrouw Mocking, 5 ook. Nee, 9 voor meneer Reunis, 8 voor meneer Van Kasteren en 4 voor Jan Rentse Boonstra. We doen nu aan sneeuw, ijs en schaatsen. En je zou zeggen, kan het Hollandser dan op dit schilderij van Jan Breugel, ook wel fluwelen Breugel genoemd. Ieder van u krijgt een sneeuw- of ijsgezicht te zien en dan is de vraag naar de maker. Ik begin bij Toon Van Kasteren. Averkamp. Hendrik Averkamp, Winterlandschap met ijsvermaak, Rijksmuseum, Amsterdam. Daar gaat hij. De tweede voor u, meneer Boonstra. Nee, u doet het niet. Dan meneer Reunis. Schelfhout? Niet. O jee, wat jammer voor u. Het is namelijk Lijkert, Winterlandschap met 3 molens, Rijksmuseum Twente. Gaat dat zien. Voor u, mevrouw Mocking. Van? Albert Kuip? Nee. Een ander? Isaac van Ostade, Hollands Winterlandschap, in Antwerpen te zien. Ten slotte, meneer Reunis. Vincent van Gogh? Nee. Mevrouw Mocking? Mondriaan? Nee. Oh, dat kost u weer een punt nu. Willem Maris, Winter in het Dorp, Stedelijk Museum, Amsterdam. Dan de volgende lange vraag. Een detail en de eenvoudige vraag daarbij is, wat is de naam van de kunstenaar? Wie is de eerste? Ludo Reunis. Serra. Het is Serra. Voornaam Richard. En dat is goed. Ja. Naar het geheel. En dan zeg ik dat u verder het kunt hebben over de titel, het materiaal, datering en de stroming waartoe Serra moet worden gerekend. De beurt voor Toon Van Kasteren. Het heet Sidepoint. Sidepoint is goed. Gezichtspunt. Het staat opgesteld in de tuin van het Stedelijk Museum. Ja, in Amsterdam. Is ook goed. In Amsterdam. Je kijkt er niet omheen, hè? Mm-hmm. Daar staat het. Prima. Beide dingen goed. Meneer Boonstra? Het dateert uit 1966. Ik vind het niet goed. Spijtig. Nee. Mevrouw Mocking? Het materiaal is kortenstaal. Kortenstaal. Heel en goed, hoor. Prima. De stroming is minimal art. Minimal art. Ja. Niet helemaal volledig. Maar ik wil het ervoor doen. Ik doe het ervoor. Ja, 2 punten. Heel goed. Ik kom ook wel eens tot betere gedachten, hoor. Ludo Reunis. Nou, ik denk dat het werk uit 1972 is. Midden in de periode, hoor. 71, 75. Dat is hem. Ja, heel goed. En is het niet via de kunsthandel Castellani of in New York aangekocht? Hoe heet hij weer? Castelli? Ja, laat maar zitten. Wij hebben het er ook buiten gelaten. Nee, geen reclame. Ja. Ja. Heb je nog een tweede? Nou, de afmetingen. Zo ongeveer een meter of 10 hoog. En de platen zijn ongeveer een goede 2 meter breed. Ja. Die zijn ongeveer? 2 meter breed, de platen apart. Ja, hoe meet je zoiets natuurlijk? Ja, ik zou persoonlijk meer getroost zijn als u iets zei over de vormen. Dan over het zijn 3 platen die elkaar zelf in evenwicht houden. Die dus even in de grond staan, maar niet autonoom kunnen staan, maar door elkaar in evenwicht houden, tegen druk te geven. Zie je? Als ik even help, gaat het meteen goed. 2 punten. Meneer Van Kasteren. Ja, als je dus dat sidepoint, die titel, slaat daar wel op dat als je dus in dat werk gaat staan, daarboven een mooi driehoekje te zien krijgt waar die platen bij elkaar komen. Heel goed. Wat voor driehoekje? Een gelijkzijdig driehoekje. Een gelijkzijdige driehoekje, ja hoor. Prima. Ja.
En dan zou ik over die constructie kunnen zeggen dat het lijkt alsof die dus moeiteloos tegen elkaar leunen, maar ze zijn in feite wel verankerd in de grond. Ze zijn heel stevig verankerd, ja. Namelijk. Prima, ja. Zo is het gebeurd. Twee punten. Nee, pas. Nee, pas. De maat van de platen, daar kan ik nog wel iets over zeggen. Dat is de grootst mogelijke maat die uitgewalst kon worden. En dat is gebeurd in Duitsland in het Ruhrgebied. En het is naar Nederland vervoerd op diepladers. Ja. Wat ik mij nu afvraag, dat is hoe het komt dat u het letterlijk hebt staan, zegt zoals ik het hier heb staan. Hoe zou dat komen? Misschien heb ik dat wel gelezen. In beide zinnetjes. Ja. Goed, meneer Reuners. Twee punten hoor, ja. Ik dacht toen bij de opening dat ook, of bij de onthulling ook Beatrix aanwezig was. Of dat het geschieden door Beatrix. Ja. Maar dat weet ik niet. Ik dacht dat eens een keer gelezen te hebben dat ik me... Ja. Maar ja. Rekenen we dat onder de beeldende kunst? Nou, soms wel. Nou, ze schildert toch ook? Ja. Ja, ik doe het niet hoor. Nee, oké. Nog voor de rest pas ik. Ja, oké. Okay. Ja, ik zou ervan kunnen zeggen dat er werd gesproken over minimal art. Eigenlijk het belangrijkste verschil met uitingen die we kennen van minimal art is dat die vrijwel altijd een regelmatige patroon van eenvoudig materiaal hebben. Ja. Hier is toch sprake van een compositie en dat is een verschil. En weet u wat nou zo leuk is? Dat is die 1500ste van een punt die ik daarnet bij een eerdere toekenning miste en u geeft hem. Waardoor u eendrachtig in staat bent geweest om van 1.2 punten te maken in totaal. Want heel goed. Prima. Verder zijn we er wel, denk ik. Ja, ja. Nee? Ik wilde misschien wel wat over zeggen. Doe maar. Mag ik iets zeggen over, kan ik een punt verdienen met als ik iets vertel over de eigenschappen van het materiaal kort en staal? Ja. Dat heeft de eigenschap dat het een roestlaag krijgt en dat heeft een beschermende werking. Dus het begint er heel prachtig, voor zover je dat prachtig kunt vinden, bruinig uit te zien. En normaal zeg je dat roesten een materiaal aantast, maar het is dus hier juist tegenovergesteld. Het staat hier. Ook letterlijk. Ook letterlijk. Ja. Letterlijk, heel goed. Ja. En wat de plaatsing betreft is het zo spannend, want er werd al gesproken over die gelijkzijdige driehoek. Ze zijn onder exact dezelfde hoek tegen elkaar gezet. En ze staan dus eigenlijk precies in dezelfde stand allemaal, maar het aanzicht is steeds anders als je eromheen loopt. En dat maakt het zo spannend. Ja, ik vind hem goed hoor. Dat is het tweede. Gaat u nou straks nog verder als u weer aan de beurt bent? Nee, want ik weet niet of ik nog een punt kan verdienen met hoe het verankerd is. Nou, probeer het eens. Er is een zeer zware betonconstructie gemaakt onder de grond en er is het met bouten en moeren aan vastgezet. Het is waar. Het is waar. Of u erbij geweest bent. Dat was het wel, hè, denk ik. Ja, heren? Ja. Ja, hè? Ja, ja. Tenminste, ja, of ik moet het gaan zitten bedenken hier. Ik vond het heel goed. Kijk naar de stand. Dan zie ik mevrouw Mocking. Het heeft u een end verder gebracht. 11, 12 voor Ludo Reunis. Toon van Kasteren 14. 4 punten voor Jan Rensen Boonstra 4, hè, zei ik. Ja, dat is goed. Dan een vraag, ik hoop dat u daar iets in bent, over vlaggen. Bij de manifestatie Grand Pavese in Zeeland in 1988 werd een groot aantal nationale en internationale kunstenaars gevraagd een vlag te ontwerpen. En voor ieder van u nu een vlag. En dan vraag ik naar de naam van de maker. U mag beginnen, meneer Boonstra, deze vlag. Nee, niemand. Hij is namelijk van Peer Veneman. Ja. Mevrouw Mocking, weer een vlag. Die is van, als niemand zich meldt, zeg ik het, de van oorsprong Tsjechische Jiří Georg Dokupil. Naam ooit gehoord? Ja. Oké, okay. Ja en nee. Dan voor meneer Reunis, vlag. Ja. David Saal? Nee, het is niet goed. Dat hindert verder niet, want het was uw eigen buurt. Hij is van, want niemand meldt zich, J.C.J. van der Heijden. En de laatste vlag, meneer Van Kasteren? Lijkt me Keith Haring. Maar dat is goed hoor. Ja. Keith Haring maakte deze vlag. Nou, dit is niet echt helemaal gelukt. Moet ik daaruit concluderen
dat we nooit een volk van vlaggen en banieren zullen worden. Ik krijg alles wel recht, hoor. Vierde connoisseurvraag. En het gaat bij het fragment en de gok daarop voor 2 punten om de naam van de maker. De eerste was Ludo Reuners. De meester van Vleemaal. De meester van Vleemaal, die heeft dit gemaakt. Verder kunt u punten krijgen door te zeggen de titel, de collectie waar het zich bevindt, waar de schilder zijn naam aan te danken heeft, iets over de voorstelling en op wat voor manier het afwijkt van traditionele voorstellingen. De beurt, Jan Rensen Boomstra. De meester van Vleemaal wordt tegenwoordig geassocieerd met de Vlaamse kunstenaar Robert Campin. Ja hoor, is goed. Robert Campin. En het werk is te dateren rond 1460, schat ik. Ik vind het niet goed. Nee. Mevrouw Mokking, eerste was goed. 1 punt. Het is het Merode altaar. Het is het Merode altaar. Heel goed. En het heet de Annunciatie, de boodschap van de engel aan Maria. Wat heet de Annunciatie? Wat, als u daarnaar kijkt? Het middengedeelte. Het middengedeelte. Ja hoor, dat we alle misverstanden weg hebben. Ja, 2 maal, hè. Meneer Reuners. Nou, er zit heel veel verborgen symboliek in. En heel het werk. De kaars die het uitgaat. Er bijvoorbeeld en tegelijk tijdens de Annunciatie dat in feite Maria Christus ontvangt. Christus is een groter licht dan de kaars. En de kaars doopt. Dan is natuurlijk de lelie die er afgebeeld is. De handdoek en het waterbak. Het spijt mij. Ik moet eerlijkheidshalve u voor de lelie 1 punt geven. En de kaars hebben wij in die zin, zoals u hem zei, gelaten. Dus dat is er 1. Nu mag ik nog slechts 1 ding doen. En dat is, terwijl ik eerst zeg hoe de vlag erbij staat, zeggen hoe de stand is. Voor we aan die snelle ronde gaan beginnen. Hè? 13 voor mevrouw Mokking. 2 mannen gelijk, Ludo Reuners en Toon van Kasteren. En Jan Rensen Boonstra op 5. Maar ik heb in de hand een mogelijkheid voor 12 punten in totaal. Bij allebei. Nee, we gaan de uitzending is niet afgelopen. Nee, ik wilde weten hoeveel punten wij 2 hadden. Allebei 15. Oké. Okay. Ja. Dan kunnen we discos nemen. Juist. Oh, de tactiek wordt nu even vastgelegd. Ja, ja. Ja, daar ga ik. Vlug hoor. Hoe luidt de titel van dit schilderij van Gauguin? Meneer Reuners. Bonjour, monsieur Gauguin. Bonjour, monsieur Gauguin. De begroeting. Ja. Van welk complex ziet u hier de plattegrond? Meneer Reuners weer. In Creta, het labyrinth, of het paleis op Creta. Het paleis op Creta, dat vind ik goed, van Minos. Ja, dat is goed. U ziet een kleitekening van Michelangelo. Welk Nederlands museum bezit een collectie van 25 tekeningen van deze Italiaanse renaissance kunstenaar? Meneer Van Kastel. Teylers Museum. Teylers Museum in Haarlem, wel degelijk. Welk kunstenaars-echtpaar liep als een uiting van kunst naar elkaar toe over de Chinese muur? Meneer Boomstra. Marina Abramovic en Oulé. Oulé en Marina Abramovic. Wat gebeurt er onderhand met de punten? Ludo Reuners is aan het uitlopen met 1 punt boven Toon van Kasteren. Ik ga door. De naam van de schilder van dit doek. Meneer Reuners. Kiefer. Kiefer. Anselm Kiefer. Is goed. Van wie is dit zelfportret uit 1912? Nou, ik denk van gokken. Zeg het maar. Kistner? Nee, dat is niet goed. Nee. Dan gaat er 1 af. Het is Alexei von Jawlensky. Dan een surrealistisch schilderij van de Utrechter Johannes Moesman. Maar weet u de naam van de man die als de theoreticus en grondlegger van het surrealisme wordt beschouwd? Ludo Reuners. Ja, net die tentoonstelling in Parijs heb ik gezien. En hoe heet hij ook weer? Masson? Nee. Dan is het niet goed. André Breton. Breton, ja. Charlotte van Palland maakte dit beeld van de man die tussen 1945 en 1959 directeur was van het Rijksmuseum. Wat is zijn naam? Van Schendel? Nee, Jonkheer David C. Roel. Van wie is dit schilderij van Dick Tracy? Meneer Reuners. Van wie is het schilderij? Ja, van Dick Tracy. De maker.
Liechtenstein? Nee, is niet goed. Nee. Het is Andy Warhol. Nu staat Toon van Kasteren 1 punt voor. Doe iets aan de tactiek. In welke plaats staat deze doopkapel? Meneer Reunis. Pizza. Pisa is goed. Pizza. Ja. Zo. Ik kan het me voorstellen. U staat gelijk. Ja. Dat is... Dit walnoten tafeltje behoort tot een periode die wordt aangeduid met persoonsnamen. Welke? Mannetje, vrouwtje, kom maar. Lodewijk de 14e. Nee, William en Mary. De laatste, het kan gelijk worden. Van welke Deense kunstenaar is deze baksteensculptuur uit 1973? Kirkeby. Kirkeby is goed en daar hebt u gewonnen. Ja, en daarmee is het nu bepaald. We weten nu wie de winnaars zijn, maar die nemen mij waarschijnlijk niet kwalijk als ik me eerst even wend tot degene die niet zo ver zijn gekomen. Tineke Mokking, 13 punten en Jan Rensen Boonstra, 5 punten. Wij willen u erg graag als herinnering aan zo vaak zo leuke informatie hier brengen en meewerking van uw kant. Dit gevarieerde boekenpakket aanbieden waarvan we hopen dat u er veel plezier mee zult hebben. En de beide heren die overgaan naar de finale, Ludo Reunis en Toon van Kasteren, die zien we inderdaad volgende week tegen de al eerder geselecteerde finalisten spelen om te bepalen wie de connoisseur wordt van dit seizoen. Dan moet ik nog één ding doen en dat is het bekendmaken van de kijkersvraag voor de laatste keer. De vraag gaat al dus. Eerder in deze aflevering zag u dit winterlandschap van Willem Maris. De vraag is, tot welke groepering mag je deze schilder rekenen? En uw oplossing mag voor maandag naar de Connoisseur, postbus 15109, 1001 MC in Amsterdam. En voor u zijn de gebruikelijke prijzen in het verschiet als uw antwoord goed is. Nou, volgende week dus de finale. Ik wil u dan allemaal graag weer ontmoeten. Tot volgende week bij de Connoisseur. Het antwoord op de kijkersvraag van vorige week, 28 november, is het Stedelijk Museum te Amsterdam. Dit zijn de drie winnaars van de museumjaarkaart. Dorien Smeets uit Maastricht, F. Blot uit Alphen aan de Rijn en S. Prakken uit Amsterdam. We laten het plaatje even staan, zodat u rustig kunt lezen. En de hoofdprijs, het kunstboek, is gewonnen door C. Lauwersen uit Castricum. Meneer of mevrouw Lauwersen, hartelijk gefeliciteerd. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere winnaar.